De vrachtwagen van de Action moet dwars door de woonwijk en is daar vaak op het drukste moment van de dag. Ouders van leerlingen op de Koningin Emma-school vrezen voor de veiligheid van hun kinderen. Wat je merkt is dat je je kinderen dus niet meer op de fiets naar school laat gaan. Juist omdat ze terug moeten op de fiets langs de vrachtwagen van de Action of in contact komen met heel veel verkeer omdat die vrachtwagen daar staat. Dat is te gevaarlijk. De buurt strijdt al 4 jaar lang sinds de Action er staat voor een veilige straat. De gemeente heeft in de tussentijd de laad- en losplek iets breder gemaakt, maar dat lost het probleem niet op. Je ziet het hier gebeuren, fietsers en auto's, het crost allemaal door elkaar heen. Auto die hier bijna de paal grijpt, nou, het is exemplarisch en symbolisch, zou ik bijna willen zeggen. De straat is niet berekend op vrachtverkeer. Als de wagen parkeert voor het laden en lossen, staat hij zo dicht op de weg dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Het is iedere dag ellende en de gemeente heeft wel wat gedaan, maar bij lange na niet genoeg. De grootste frustratie hier in de buurt zit hem erin dat deze winkel hier eigenlijk nooit had moeten komen. De Action laat weten dat ze rekening houden met de verkeerssituatie. Ook zou de vrachtwagen alleen bij uitzondering nog door de straat rijden als de school 's middags uitgaat. Ik fiets hier iedere dag om 3 uur langs. En zeg maar 9 van de 10 keer staat hij dan of is hij nog aan het laden en lossen of rijdt hij dan precies net weg, waardoor hij exact hier langskomt als de school uit is. De gemeente gaat kijken of de laad- en losregels verder beperkt kunnen worden. Maar dat is voor de buurt niet voldoende. Er moet nu echt snel iets gebeuren. Het is echt wachten op een groot ongeluk. Mij betreft houdt het vandaag op, maar dat is natuurlijk niet de realistische gedachte.